Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat we mogen komen. Ja, jullie hebben jezelf een beetje uitgenodigd. Maar... ja, dat is ook zo. Ja, ja, ik laat me gewoon leiden door Nikki, maar Nikki wou per se hier naartoe. Aangezien ik altijd zo uitgesproken ben over reclames, is Fanta van mening dat ik het maar eens lekker zelf mag gaan proberen. En daarom ga ik de hele zomer samen met een team van 4 creatieve bazen reclame maken. Wij zijn de baas. Dit is Baas zijn met Kalvijn. Welkom bij een nieuwe, gloednieuwe aflevering van Baas zijn met Kalvijn. Mocht je nou niet weten wat het allemaal is, Baas zijn met Kalvijn is een serie waarin ik samen met mijn baasteam gedurende de hele zomer reclames mag gaan maken voor Fanta. En de vorige opdracht ging ongeveer zo. We gaan samen met jou gaan we het liedje maken. Ja. En daar hoort natuurlijk een videoclip bij. Wat willen we laten zien? Je hebt die smaken kiwi en aardbei, en dat contrast willen we heel erg laten zien. Ik ben Joep en ik maak muziek. En jij je gaat ons helpen, toch? Dat was de bedoeling. Ik ga jullie helpen, ja. Het enige wat we nog nodig hebben zijn een aantal geluiden van jullie die we kunnen verwerken in het uiteindelijke liedje. We hebben officieel, door middel van muziek, toch watgene wat onze generatie het tofste vindt wat het is. De nieuwe smaak aardbei kiwi aan de man gebracht. Dat was het doel, de opdracht is voltooid. Maar zijn we klaar voor de volgende opdracht? Ja? Ja, zeker. Zijn we weer even in focus, weer even, hier leef je paprika's allemaal maar even in. Even focus, even focus. Ja, top. Zijn we echt klaar voor? Ja! Nieuwe opdracht. Het is spannend, het is leuk. Ik ga hem voorlezen. Fanta is een funmerk met de primaire doelgroep 16-19. In week 36 is er 30 seconden gereserveerd voor een commercial op primetime tv. Oh, dat is wel ziek. Ik ben natuurlijk altijd degene die een beetje haat op reclames die nou niet echt geweldig zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik weet ook niet precies hoe je nou echt een goede tv-reclame maakt. Eigenlijk moeten we gewoon even een commercial maker hebben ofzo. Of iemand die dat, of een regisseur ofzo. Ja. Oké, ideeën. Dat is gewoon creativiteit. Nou ja, we zijn in een bos, dus dat moet wel goed komen. Een script lijkt me niet overbodig. Misschien moet iemand zoeken, of iemand vinden eigenlijk, die dat wel, die dat weet. Ik zie aan Nikki haar hoofd dat ze heel graag weer op zoek wil naar een expert. Bij deze, Nikki. Oké. Succes ermee. Is goed. Vind de reclamebaas. Als Bartje nou op zoek gaat naar een producer slash regisseur. Ik wil jullie eigenlijk met z'n tweeën verantwoordelijk maken voor het creatieve deel. Okay. Schrijven, ideeën bedenken, dat soort shit. Okay. Klaar voor? Is goed. Ja, is goed. Ready? Dit gaat fout. We gaan een reclame maken, een echte reclame op tv. Ik heb natuurlijk lang genoeg gepraat over wat slechte reclames zijn en nu hebben we eindelijk de kans om het goed te gaan doen. En nou denk ik dat ik wel het een en ander van reclame af weet en dat ik wel een beetje weet wat goed en slecht is. Maar er zijn natuurlijk altijd specialisten in het vak. En ik heb jou gevraagd, Nikki, zoek iemand die specialist is, iemand die daar gewoon een pro in is. En jij hebt iemand gevonden, vertel. Ik heb erover nagedacht en ik dacht aan... Hallo allemaal, ik ben Rutger en dat je dan een bad met slime hebt. Dit is echt heel hot! Okay. Oh. Want misschien gaan we dan wel viral. Wat is viral? Oh, dan gaan we 500 duimpjes aan. Ja! Leuk dat jullie er zijn. Ja. Leuk dat we mogen komen. Ja, jullie hebben jezelf een beetje uitgenodigd. Maar... ja, dat is ook zo. Ja, ja, ik laat me gewoon leiden door Nikki, maar Nikki wou per se hier naartoe. Jij weet wat meer over reclame, toch? Nou, toevallig wel. Ik heb op een school gezeten dat eigenlijk al helemaal over reclame gaat. Ja. Dus ik heb op de kunstacademie gezeten. Heb je het ook afgemaakt? Ik heb het zelfs afgemaakt. Wow, ja, nice. 4 jaar lang, hè? 4 jaar lang. Ja, jij bent gewoon de enige YouTuber die een studie heeft afgemaakt. Ik denk nou maar echt. Dit volgens mij wel. Is echt wat knap. Heb jij ook weer gedaan? Precies. Ga uit. Nee, maar ja, advertising, reclames bedenken op de kunstacademie. En wij hebben een ultieme opdracht gekregen eigenlijk. En dat is? En dat is, we krijgen een plek op tv om een reclame uit te zenden die we zelf moeten gaan maken. Het moet een fantastische... Nee, wij willen eigenlijk even wat tips hebben. Ja, oké. Dat is nou een beetje. Ja, ik heb een paar tips, denk ik. Het lijkt mij vooral handig als we dingen weten die we, zeg maar, die we niet moeten doen, toch? Een van de grootste fouten die je kan maken is als het gewoon niet geloofwaardig is. Okay. Dus stel je voor, je hebt een bepaald product en dat wordt dan aangeprezen door iemand die er totaal niet bij past. Dat je denkt van, dit klopt niet, diegene is te jong, te oud of gewoon, het klopt gewoon niet. Vader! Er gaat iets niet helemaal goed daar beneden. Wat bedoel je? Het is allemaal rood en zo. Nou ja, ik denk dat je voor het eerst ongesteld bent. Ongesteld? Ja, dat weet ik nog wel. Op jouw leeftijd heb ik dat ook gehad en hoort er allemaal bij. Maar wat kan ik er tegen doen? Hier, gebruik dit. Extra zacht. Oh, vader. Wat moet ik ook zonder u? Nou, dankjewel voor de tip. En heb je nog meer? Ja, het is goed om je fantasie te gebruiken tijdens reclame om een leuk filmpje te maken. Ja. Zodat mensen er naar willen kijken. Maar je moet geen dingen gaan beloven die gewoon niks met het product te maken hebben. Oh ja, ja. Heeft u ook altijd last van luidruchtige bovenburen? Vindt u het elke maand moeilijk om rond te komen? En heeft u ook last van droog en futloos haar? Dan hebben wij de oplossing. De Tandenstoker 3000. Makkelijk in gebruik en gaat lang mee. En gelooft u mij niet, hier wat reacties van tevreden klanten. Sinds ik de Tandenstoker 3000 heb ontdekt, slaap ik echt geweldig. Ik heb nooit meer last van mijn buren. Door de Tandenstoker ben ik eindelijk financieel onafhankelijk geworden en hoef ik nooit meer te werken. De Tandenstoker 3000 heeft me zoveel zelfverzekerder en gelukkiger gemaakt. Ik durf eindelijk weer naar buiten. En ik ga volgende week trouwen met de prins op het witte paard. Oké, ja, ik ben alles aan het noteren. Ik dacht dat je linkshandig was. Ja, ik ben ook linkshandig. Oké, nee, goed. Ja. Oké, heb je nog meer? Ja, soms heeft een product wel 1000 ingrediënten of weet je, een auto heeft ook zoveel miljoenen onderdelen. Waarschijnlijk geen miljoen, maar wel heel erg veel. Maar je hoeft als klant zijnde niet echt alles te weten over wat er allemaal in die auto zit. Die super technische dingen. Oh, dus het gaat meer over het gevoel overbrengen en dat je denkt ik wil dit, dan dat je echt iemand uitlegt wat er allemaal in zit, wat het allemaal precies kan en hoe het werkt. Dit mooie vriendelijke nagelschaartje is door de Nationale Bond voor Verzorgingsproducten binnen de categorie vingerwerktuigen verkozen tot het beste van het heelal. Daarnaast is het goed voor het milieu en is het product niet getest op dieren met uitzondering van gevogelte, katachtige en verschillende walvissoorten. Door de scheikundig ontwikkelde aerodynamische vorm blijven er tijdens het gebruik geen deeltjes zitten zoals cement, modder, katoen of andere substanties. En met de kortingscode Doenagels nooit meer zien krijgt u 7,5% korting op het product, mits u binnen een straal van 60 meter om de winkel heen woont, geen strafblad heeft, geen huis in bezit, wel een tekst heeft er nog nooit iemand vergeten bij te scannen. Ja, thanks. Graag gedaan, succes. Ik ga jullie hier even bespreken en hier zijn mijn aantekeningen, ik kan nog even doorlezen. Okay. En ik ga er weg. Doei. Hey, bedankt hè, groetjes. Doei. Oké, thanks. Ja, nee, nog niet. Dankjewel. Hey. Hallo. Wat heb je een mooie plek uitgekozen? Ja. Kijk, dit is het betere werk. Puur natuur. Even die felle oranje bus, hij is fantastisch mooi, maar eventjes... Even in de natuur. Ik had jullie natuurlijk een hele duidelijke opdracht gegeven vanochtend. Bedenk shit. Eigenlijk vrij vertaald, bedenk shit. De vraag is natuurlijk, is het een beetje gelukt? Ja. Ja? Ja? Oké, ja, ik vind het een superleuke plek, maar het idee moet wel even opschrijven. Zullen we dat wel even in de bus doen? Ja, dat vind ik ook wel. Ja? Oké, let's go. We zijn een tijdje in de bus. Ik heb best wel wat dingen genoteerd gewoon. Van ideeën wat we zouden kunnen doen. Gewoon een aantal. Eigenlijk komt het neer op 3 globale ideeën waar we nog even keuze uit moeten maken. Alleen vaak is het zo dat je als je een globale idee hebt, dat je dan samen met de regisseur zeg maar, gaat zitten. Zo, oké, wat is tof, weet je, wat kan je überhaupt maken, wat niet. Ja. En nou heeft Bart natuurlijk de opdracht gegeven om een regisseur te vinden. Bart kennende is hij gewoon nog niet eens begonnen. Dus ik denk dat ik even ga bellen. Hey, watje. Hey. En, ben je al begonnen? Ben je al begonnen met zoeken? Het fixen is gelukt van de regisseur. Je hebt een regisseur gefixt? Ja, ik heb hem geregeld. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet, maar dan moet je hierheen komen. Oké, ja, kom ik naar je toe. Als we nog ideeën hebben, app maar gewoon. Ja, dan zie ik later dan. Bart, kom maar aan. Hey, Bart. Je zat net heel trots te vertellen dat je mensen had gevonden. Nou ja, op basis van de tekeningen heb ik geen flauw idee wie het is. Vertel ons even, wie gaat ons helpen? Peter. Ja, hey Bart, vraag maar tenminste. Ik vind het chill. Ik vind het echt chill. Ik vind het een hele goede keus. Ik kom net weg van Juliet en Robin. Die hebben alle wat globale ideeën bedacht. Die heb ik naar jullie toegestuurd. Wat gaan we doen? Wat is het plan? Nou, ik heb zeg maar van het concept heb ik alle details uitgelegd aan Peter. Ja. En Peter die heeft nu een visuele blik op hoe hij het wil gaan doen. Ja, en wat is die blik? Nou kijk, ten eerste het is een primetime commercial. Dus we moeten gewoon kort aantrekken. Niet irritant, maar gewoon nice. Dus we hebben gewoon, we zijn bezig met props en locaties helemaal aan het fixen. We hebben gewoon nog in principe de mensen nodig voor de verschillende scènes. Ja. En dan kunnen we echt gewoon beginnen. En dat zijn, en die mensen zijn dan zeg maar, hoe moet ik dat zien? Dat zijn acteurs. Acteurs, figuranten of zo. Ja. Ja, ik kan, en dat is dan mijn toevoeging even aan het hele verhaal. Jullie zijn fantastisch bezig, ik vind het echt top. Maar ik ga jullie nou gewoon even vragen om mee te mogen spelen in de commercial. Jullie mogen op Primetime TV eventueel mee acteren in de commercial. Dus let op. Zoals je kon zien zijn we op zoek naar acteurs voor in de reclame. En ik wil graag dat jullie mee kunnen spelen in de reclame. Jazeker, en wat hoort er nou bij acteren? Nou ja, bij acteren hoort auditie doen. En je hoeft niet helemaal naar mij toe te komen om auditie te doen. Dat kan je gewoon naar me toe whatsappen via WhatsApp. Ja, dat is best wel logisch. Het enige wat je hoeft te doen om eventueel kans te maken om mee te doen in de reclame is door een video naar mij toe te sturen waarin je een normaal product aan mij verkoopt op een zo leuk, grappig mogelijke manier. En mocht je nou nog steeds denken, joh, what the fuck, hoe moet ik dat doen dan? Kelvin, vertel even hoe moet dat, want ik weet niet hoe dat moet. Je moet even vertellen hoe dat moet, want ik weet het gewoon niet. Dan ga ik nu even, ik zal even een voorbeeldje doen. Hey! Ben jij ook zo zat van al die lepels waarin je soep gewoon in je lepel blijft liggen? Dan heb ik nu de oplossing. Namelijk een lepel met gaatjes. Waarin de soep gewoon normaal door je lepel heen loopt. Zodat je het nooit meer kan eten. Koop hem nu voor €12,99 en krijg een gratis blauwe lelijke pet erbij. Groetjes! Oké, ik ben misschien niet de beste acteur die er bestaat. Maar jullie kunnen het ongetwijfeld beter. Dus stuur jouw auditiefilmpje naar mij via WhatsApp. Dit is mijn telefoonnummer. Over een aantal weken is er reclame te zien op tv. Maar mocht je nou gaandeweg meer updates willen over hoe het gaat, dus zo kun je mij volgen op @kalvijn. Dat is mijn Instagram. Dan zal ik jullie op de hoogte houden via foto's en stories. En I don't know, you know how it goes on the Instagram, yeah. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jou de volgende keer gewoon weer. Blijf liken, blijf doen en alles. Doe het, doe het, doe het, doe het, doe het, doe het, doe het.